Oké, daar zie ik ook een chappie bouwen. Oh my god, let op deze snipe. Blijf zitten, blijf zitten. 233 meter! Dat zie ik niet vaak mijzelf doen, jongen. Holy shit! Jongen, mensen, superdoos in de game. Goed nieuws in mijn kanaal, Games for Real. En in deze video, jongens, gaan wij lekker een mooi solo potje natuurlijk spelen. En jongens, voordat de video begint, wil ik jullie om een super chique gunst vragen. Vergeet niet zeker even deze video te liken. Dat is één gunst. Kunnen we naar de 3000 likes gaan. Ik weet dat jullie het kunnen doen, jongens. De vorige video had 8000 fucking likes gehaald. Op het moment van nu dat ik het opneem. Insane, jullie zijn super baas. Dus die serie ga ik ook zeker vooruit zetten. Ik ga dus vaker eveneens opnemen tegen mijn kijkers. Als ze super ziek zijn, als jullie daarmee aan willen doen. Dus laat even trouwens je Discord naam en je Epic Games naam onder deze video achter. En dan kan ik weer 3 nieuwe mensen uitkiezen voor de volgende video. Dus hey, ik zou zeggen, doe het. En jongens, als je daar toch mee bezig bent, vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram. Want we gaan richting die 100k toch toe. We moeten het toch een keer kunnen halen. Ik zit nu op 50.000, dus kunnen we met z'n allen naar de 60.000 volgers toe gaan. Dat zou insane ziek zijn, jongens. Dus super ziek sowieso voor de support. En mijn laatste dingetjes, jongens. Je moet zelf maar weten wie je wil supporten. Maar ik heb een supporter creator code. Games for Real is gewoon letterlijk de code. Hetzelfde als mijn YouTube kanaal. En als je die invult in de item shop en je hebt er iets mee gekocht, laat het dan even weten via mijn Instagram DM. Want dan stuur ik jullie meestal, gooi ik dan wat mensen in mijn verhaal die mij supporten. Dat zou super ziek zijn. Support elke creator die je maar wil. Maar hey, ik wou toch even laten weten dat ik ook geen code heb. Dus jongens, we gaan door met de video. Let's get it. Hot. Jongens, mensen, super dat jullie kennen deze groene voor de video mijn kanaal. Games for Real, jongens. En in deze video gaan we lekker naar Salty Springs toe. Ik weet het, voor de mensen die me vaak mijn video's kijken, dit is niet mijn stad. Dit wordt inderdaad niet mijn stad. Het wordt het, ik denk dat het ook nooit zou worden. Maar we gaan in ieder geval met de Iconic skin toch maar gewoon proberen om deze game te klaren, jongens. En ik ben benieuwd. Ga ik eerder zijn dan deze guy? Ja, sowieso. Volgens mij heeft hij het al opgegeven. Kom maar naar binnen, vriend. Oké, hij is toch naar het andere huisje gegaan. Oeh, ik hoor iemand anders. Er zit een choppie boven mij, jongens. Die gaan we gelijk pushen, fuck it. Geen getreuzel. Ja, kom maar naar binnen. Hallo. Hij had het al opgegeven. Komt deze guy nu naar buiten? Dat zou heel leuk zijn. Schiet ook een paar. Oh, kut, ik dacht dat ik een pistool had. Oh, ik heb natuurlijk zo'n kut SMG. Ai, chill. Eerste kills binnen. Helaas voor hem, ja, moest ik mijn medeskingenoot killen. Maar hey, ik kan er ook niet zoveel aan doen. Zit die chat nou naar binnen? Ja, toch? Ik zie daar nog wel een gun liggen. Ik heb geen idee dat wel even goed heeft geloot. Het zal wel. Ik denk in ieder geval dat daar een chappie nog zit. Oeh, minis. Kijk, dat is heel handig. Zit hij daar nou nog? Is die deur open daar? Nee. What the fuck? Oké, ik dacht echt dat hij naar dat huisje is gegaan. Maar waarschijnlijk is hij dan naar een ander huisje gegaan. In ieder geval, dat denk ik. In ieder geval, dat kan ik aan deze observatie zien. Lekker duur woord, Dylan. Ja, ik weet zelf ook half wat het net betekent. Oké, dat was grappig. Oké, let's go. Ik hoor je een kistje. Let's get it. Oké, dat kan ik onderleven. Die nemen we ook wel mee. Ah ja, we kunnen nog even verdieping lagen. Ik moet... I don't know. Iets, ik wou net zeggen. Ik moet gewoon een betere shotgun vinden. En wat vinden we? Gelijk een betere shotgun. Een combat, jongens. Oh, en een slurpie. Kijk, hier kan ik mee leven, jongens. Dit is nice. Alright, chill. Misschien nog een betere jaar. Want ik ben niet zo fan van de infantry rifle. Ik kan daar gewoon niet heel erg goed mee omgaan. Ik hoop alleen dat we dit potje niet te veel van die kut robots tegen gaan komen. Want in de vorige video had ik... Of nee, de video daarvoor alweer. Had ik gezegd van... Hey, hashtag kut robot. Hè? Wie er allemaal een beetje mee eens is, like die comment. Nou, heel veel mensen waren er mee eens, jongen. Dat ding, ik weet niet, man. Ik snap echt niet wat Fortnite hiermee doet. Ik snap het echt niet. Ik zie daar een guy lopen. Oh shit, what the fuck? Wat doet deze guy? Wat de... Bro, wat denk je, ouwe? Oké, chill, eerste kill. Of tweede kill alweer. Holy shit, wat deed die gast? Dat was niet heel slim. Ik vind het beter, jongen. Dankjewel voor je kill, litje, man. Oké, ik heb wel even die mooie infantry rifle omgeswitcht voor een normale grijze AR. Ik denk dat ik daar toch iets chiller mee kan gamen dan met die infantry rifle. Ik word het schoten, man. Ik moet snel wezen. Even snel mengen. Ai, let's go. Kan ik er eens snipen of zo? Het is bij dat grijze huisje. Oh my god. Ik heb full shield, jongens. Dus ik ben echt zelfvertrouwen staat van hier, jongen. Dus dit kunnen we easy hebben. Alright. Het is volgens mij in dat huisje. Ik heb geen idee of er... Oh, ik zie hem. Ik zie hem. Dat is die guy van net. Oh god, ik dacht dat die dingen om gaan lopen. Oeh, paarse vending. Paarse... Oké, ik neem de slurp wel mee. Ja, oh, ik heb een goed idee. Ik neem die slurp nu in. Ik hoop niet dat ik besniped word nu. Hots. En we gaan gelijk pushen. Scheid. Nou, als ik gewoon beschoten word, genereert hij gewoon automatisch weer HP erbij. Dat is fucking relaxed, jongen. Oké, helemaal chill pushen. Oké, ik heb alleen niet zo heel veel mensen. Dat is wel één ding. Maar misschien hebben we dat niet eens nodig. Een paar shotgun kogels in iemands nek. Schiet gewoon. Pam, pam, pam. Precies, jongen. En de Grooten. Voor een guy dansen, volgens mij. Kijk, nu hebben we die slurp lopen. Gooi wat minis erin. En kunnen gewoon gelijk weer doorfighten. Let's get it. Zat hij nou nog een chop? Ik hoorde iets van een dans of zo. What the fuck? Oké,
Oké, ik zie niemand echt in de buurt verderop of zo. Ik denk dat hier nog een guy zit. Hij zit ergens te campen, denk ik. Oké, ik zie niemand. Ik hoor niemand lopen nu. Maar iets in mij zegt dat hier nog een chappie zit. Oké, snel mes hakken ondertussen. Holy shit, what the fuck? Huh? Ik ben beschoten, maar... Oh my god, je gaat er toch niet mee, gast? Hij zit op die komeet, ouwe. Waar? Wacht, ik ga hem spotten. Waar zie ik hem? Is dat hem? Oh my god, let op. Uit de lucht. Nee! Oh my god, dat was een perfecte geweest. Oh my god. Ik denk van waar word ik beschoten, jongen? Ik hoor een guy onder mij. Hotsa, flots, jongen. Op zout. Was dat die guy met die komeet? Volgens mij wel. Oh my god, ouwe. Wat deed die gast? Wat dacht hij wel niet, man? Oh my god, we got him, jongens. Oh, don't worry. Woo! Ai, chill, man. Ik hoor dit het kutkomeet geluid, man. Ik denk wel, ik hoor een soort maagborrelen, weet je wel. Oh my god, wat een irritant geluid. Oeh, nice. Grote potje. Grote potje. Nice, jongen. Alright, 4 kills, jongens. Dat is een heerlijk beginnetje, man. Oh, let's go. Oké, ik denk dat hier helaas niemand meer zit. Ik zie ook een launchpad trouwens liggen. What the fuck? Dus ik denk dat we gewoon door moeten gaan pushen. We zitten gewoon chill in de season. Ik denk dat ik een beetje naar Dusty ga. En ik denk dat het hier wel een beetje rustig aan het worden is. Ik ga wel even wat mats hakken, want dat is echt een probleem. Ik heb echt bijna niks. Want aangezien de twee guys die ik net hier heb gekillt en gewoon geen mats hadden, is het gewoon een beetje kut om nu te gaan bouwen. Okay, even de sniper reload, dus ook wel even noise. Dit kampvuurtje komt ook wel lekker van pas. Even dit hakken, hoppakeetje. Kijk, we zijn toch even weer lekker vol HP, jongens. Aye, let's get it. Even kijken, zie ik nog iemand toevallig... Wat krijgen we nou? De grappenmaker daar te schieten. Hey, smeerlap. Oh my god. Oh, besef die grijze jaar. De bloem was een lijp, jongen. Jongens, die snipe was heerlijk. En die kogels met die AR daarna ook. Echt clean, jongen. 5 killetjes. We gaan lekker, jongens. Alright, heeft deze guy een leuke gun? Die Dragon of hoef ik niet. Deze... Nou, eigenlijk hoef ik helemaal niks van deze guy. Ik vind het wel prima zo. Dankjewel voor je mes. Dat wel. Dat was wel nice. Dankjewel. Dat vind ik wel aardig. Ik hoor een guy. Oh my god. Oh my god. Wat ga je doen? Oké. Okay. Oh my god, let's go. Oh yeah, oh yeah. Ouwe, zo, ja, yeah, nice. Woo! Oh nice, hij heeft ook fucking splashes, ouwe. Fucking relax. Hey, blijkbaar komt iedereen letterlijk op ons af. Dus ik vind het dikke prima, jongens. Neem we die weer mee. Ja man, we gaan lekker man. Dit is nice, chill. De mats zijn echt trouwens heerlijk nu. Nice, okay, dit bedoel ik. Je moet gewoon een paar mensen weer killen en dan krijg je wel weer voldoende mats. Chill man. Hey, let's get it, gek. Oh shit. Blijkbaar komt iedereen gewoon lekker naar mij toe. Ik hoef niet eens mensen te pushen, joh. What the fuck? Ik vind het helemaal mooi. Ik denk niet dat er nog meer iemand komt daar, maar het zal wel. We gaan gewoon een beetje richting Dusty lopen. Dat vind ik altijd wel een mooie plek om even te lopen. Kijken of je iemand ziet, weet je wel, in de verte. Ik weet niet, Dusty is nu wel echt een overzichtelijke plek weer geworden. Dus daar ben ik super blij mee. Ook deze fabriekjes, jongens, waar ik ninja gewoon killde, jongen. Perfect, ouwe. Gewoon deze plek, ouwe. Ik mis het zo erg. Besef, hè. Hoe zou het zijn als ik ooit weer op de Amerikaanse service ga spelen en gewoon ninja hier weer tegenkom. En dan en maybe weer een keer kill. Of juist dat hij mij weer kill. Dat zou insane zijn. Echt, besef, ouwe. Hoeveel, wat de kans trouwens is dat het echt gewoon niet gebeurt. Maar je weet maar nooit, ouwe. Je weet maar nooit. Die plek blijft altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben, jongens, in Fortnite, jongen. Echt niet normaal. Die plek heeft wel echt gewoon een explosie op mijn kanaal veroorzaakt. Dat is echt niet normaal. Ik zag volgens mij een groene hart trouwens op dat dakje liggen, dus die wou ik even meejatten. En op dit moment zie ik niet echt een enemy hier of zo. Nou, lekker rustig hier. Waarschijnlijk komt er vast wel iemand aan zo meteen hier ergens. Of deze keer niet. Ik zie wel een kistje liggen. Ja, kistjes zijn altijd ook. Altijd leuk. Ik schoot daar per ongeluk. Maybe gaat dat wat mensen trekken. Kijk, ze staan gelijk een fucking blauwe AI, jongen. Oh, hoe chill. Ja, ik hoor een go. Oké, dat bedoel ik, hè. Gewoon die ene kogel heeft dit gewoon veroorzaakt. Ja, wacht. Launchpad, we gaan erheen. Waar is dat? Waar zijn die schoten? Oh, fuck, het is hier. Wat doet deze guy? Zat hij op mij te schieten, of niet? Oké, nu wel. Oké, er zijn er meerdere. Let's go, dat is één. Kom maar, vriend. Jij bent de volgende, maat. Huppakee, helemaal volgespreid, jongen. Kom dan, kom dan. Oh, hij gaat er niet uit. Fuck, ouwe. Ik heb deze guy wel flink geraakt, maar volgens mij heeft hij nog wel wat shield. Oh. Ik wil altijd lekker mezelf in, jongen. Is altijd zo goed. Wat deze guy, man.
Ja, hij weet wel wat hij aan het doen is. Wat ga je doen, vriend? Ja, hij gaat helemaal omhoog bouwen, hè? Ik doe alsof je het weghakken. Komt als het goed is een beetje naar beneden. Hier. Haha. Oké, dat is niet lief. Even een mini innemen. Ik moet wel onthouden dat we hoerhoog zitten nu. Deze guy is moeilijk, man. Oh my god. Oh my god. Woe! Ik heb geen mes meer, jongens. Oh my god. Ik heb hem. Ik heb hem. Oké, hele snelle loose zetten naar beneden. Ik heb een launchpad. Oké, wacht. Ik heb hier ook dinges. Impulse nades. Oh my god, we kunnen even bijhealen. Ik heb mijn hart in mijn keel zitten, jongens. Ik maak geen gein. Ik maak echt geen gein. Kijk, allemaal blauwe wapens trouwens. Heerlijk. Oké, de Caesar komt er ook aan. Ik ga nog heel snel die andere chap looten. Zo, die lag ergens daar. Juist. Holy shit, ouwe. Oké, nice. Medkit. Oh, dat kan ik heel erg mooi gebruiken. Oké, nee. Oh my god. Ik heb echt weer geen zin in een fight nu, jongens. Oké, ik heb een medkit. Nice. Die hou ik gewoon bij me. Launchpad, alles, meds. Dankjewel. Oké, weet je wat we gewoon doen? Zo. Launchpad en de loot. Huppakee, je had nog een RPG ook nog. Ik heb helaas niet die scar meegenomen van die chappie. Fuck, ouwe. Dat was misschien wel een goed wapentje geweest om mee te nemen. Woe! Dat we überhaupt dat hebben overleefd, daar kan ik echt niet geloven. Ik zweer het je. Kom maar door, vriend. Wat ga jij doen? Jij gaat door, vriend. Oké, nu gaat hij daar wel campen. Ai. Is goed, hè? Okay. Ik wil deze guy gaan pushen. Fuck it. Oh. Zal ik eerst die medkit even innemen? Nee. Het is een marshmallow, jongens. Oh my god. Ik ga die medkit innemen. Scheid. Ik heb een launchpad. Ik ga gewoon gelijk naar de Caesar nu. Overleef ik het? Ja, chill. Want deze guy gaat nu voor zijn leven rennen. Misschien kan ik een paar kogels in zijn nek schieten. Allee, let's go. Allee, even zien waar loopt hij. Oké, dat bedoel ik. Heel dom van je vriend. Ja, als het goed is krijg ik de kill. Ga maar rennen voor de Caesar. Oké, nu is hij fucking weak. Kom ik hier aan. Bom. Hallo. En dan ben ik hem kwijt. Waar de fuck ben je, gast? Kutzooi, waar is die gast? Hallo! Haha, wat kut. Oh shit. Hé, hey, dit bedoelde ik, jongens. Zo moet je gewoon werken. Hoeveel minis is daar in de eentje? Nice, dan nemen we die twee pots mee. Let's get it, jongens. Oeh, die minigun is ook wel leuk. Laten we die meenemen. Let's get it. Alright, hè, 9 killetjes, jongens. Dit gaat lekker, man. We gaan echt soepel. Oké, daar zie ik ook een chappie bouwen. Oh my god, let op deze snipe. Blijf zitten, blijf zitten. 233 meter. Dat zie ik niet vaak mijzelf doen, jongen. Holy shit. Dat was een lijpe kill, ouwe. Woe! Heerlijk, gast. Oh my god, perfect. Launchpad. En we gaan even snel zijn loot jatten. Want de Caesar komt ook gelijk, jongens. En die moet gelijk daar weg. Oh, dit. Besef, hè. Hij zette volgens mij nog een stap terug. Waardoor ik precies hem killde daar, man. Oh my god. Volgens mij was hij anders gewoon misgegaan. Ik zie daar een chappie. Kut, al die dingen zitten hiervoor. Oké, ik heb een kanvuur. Hoeveel minis zijn het er? 4. Oké, nice. Ja, neem hem mee voor de grote pots. Dus kijk, jongens. Oké, ik moet wel even gaan rennen voor de Caesar. Ik heb een kanvuurtje, die ga ik even neerzetten hier. Want zit daar een quad? Nee, die quads zijn eruit gegaan natuurlijk. Dat was mij wel een hoeverbord, dus dat is wel relax. Alrighty, mam. Let's go, boys. Oké, het enige kutte nu, jongens, is onze mats. Ik heb helaas weer twee personen gekillt die gewoon niet echt aan bouwmaterialen zoeken doen of zo. Dus dit wordt nog wel een dingetje, maar we gaan ons best gewoon doen. Wie weet hoeven we misschien eens te veel te bouwen. Want je zag net ook dat gewoon mensen gewoon snipen en een easy kill pakken.
Nee, die hoeveel bord zijn super relaxed nu, man. Gelukkig zit die robot ook niet safe. Ik heb echt geluk dat dit een bordje is dat bijna niemand in zo'n robot zit, man. Dat is echt relaxed. Want ik word lijp van die dingen. Oh, vreselijk, gast. Ah, hij is hier wordt gevochten. Oh, ja, ja, ja. Kunnen we een trickshot hitten vanaf de ding? Oké, nee. Kijk, ik zie hem daar lopen. Blijf stilzitten, blijf stilzitten, blijf... Jammer weer. Fuck, ouwe. Het is altijd een gokje of die kogel raak gaat, weet je, met het snipen. Gaat hij nu op mij aan? Oké, nee, hij is op iemand anders gefocust. Chill. Dan kunnen wij een beetje er naartoe gaan. Alright, daar zitten twee chappies. Ik ga deze boom even hakken. De match is natuurlijk nog steeds niet het meeste. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik heb die minigun ook, dat is super chill. Oh ja, 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 de steen ook. Holy shit. Hier zijn heel veel mensen. Je ziet er een... What the fuck. Oh my god, hier zijn veel mensen, jongens. Oké, die minigun komt waarschijnlijk heel erg goed van pas hier. Boom! Oh, Dylan, raak nou eens die snipes. Je bent niet Anko, helaas. Oké, ik ga op deze... Ik denk dat ik deze guy ga pushen met mijn minigun. Ik denk dat het heel kut gaat zijn voor deze man. Nice. Oké. Ik zeg het je, die minigun is zo fucked up voor deze man. Dit bedoel ik. Ik bedoel, dat ding is zo sterk. Oké, nice. Let's go. Splashes. Geef me die. Dank u wel. Sorry, bro. Ik weet het is echt een kut manier om dood te gaan, maar hey. I need the kills, bro. Wat is dit? Oké, snipe ammo. Chill, man. Oké, dit bedoel ik. Die minigun is zo sterk. Het is zo grappig eigenlijk om met overpowered shit te gaan spelen. Maar ik vind het gewoon echt grappig. Serieus. Alright. Het is gewoon eigenlijk absurd hoe sterk sommige dingen zijn. Niet zo slim, bro. Hi, dankjewel. Een paarse. Kijk eens. Oké, jongens, we gaan lekker, man. Fucking 12 kills. Nog 1v1. Alright, ik ga sowieso even die mooie splashes hier even nakken. Die lagen hierin. Chill. Ik wil die laatste... Oh nee, kut. Die heb ik al gebruikt, of course. Kut, sorry. Oké, ik wil die laatste guy snipen. Ik ga daar echt voor. De sniper kill. Dat moet lukken. Let's get it. Power, huppakee. Zo, huts. Hup. Waar zit je, vriend? Even me inbouwen. Oké, het is nog één persoon. Oké, ik zie hem. Oh my god. Ja, ja, ja. Let op. Als hij een beetje goed chill loopt. Fuck it. Zullen we een schietpoging doen? Ah, hij is te ver, man. Oh, hij gaat de rift pakken. Oh, wat een gozer. Wat een gozer. Kan ik hem een paar keer uit de lucht hitten? Dat zal wel heel leuk zijn, hè? Oké, hij zit even voor een boom. Een paar hits. Hij heeft 2 hits, man. Volgens mij heeft het geen shield meer. Heerlijk. Kom maar door, vriend. Oh, Dylan, edit is even wat sneller. Oh my god, vriend. Wat doe je? Minigun. Oké, het is fucking low. Ik ga hem snipen. Dat was de deal, hè, jongens? De deal was een sniper kill. Ja, als het echt niet lukt, oké. Maar we gaan hem wel proberen te snipen. Ik durf hem niet kapot te schieten. Zo schiet ik hem dood. Bro, kom eruit, jongen. Alsjeblieft. Ik moet die sniper kill. Oh shit, en zo snijpt iemand voor door zijn kop. Hey. Oh, de gek. Deze, oké, je kan me niet haten voor die kill. Ik heb hem gesniped en ook op een manier. 13 kills, jongen. Wat een zieke game was dit, jongens. Holy shit, jongen. Oh. Ah jongens, hopelijk vond je deze video leuk jongens. En als je deze video leuk vond, vergeet zeker op die fucking likes te rammen jongens. Echt serieus, de video dat ik 1v1's deed met kijkers vroeger komt 3000 likes. En op het moment van opname heeft hij 8000 likes. Jullie zijn insane. Dus sowieso, daar komen meer video's van. Ik ga meer tegen kijkers spelen en dat opnemen. Dus ben je er hyped voor, ram op die like knop jongens. Kunnen we op deze video de 3000 likes halen. Aangezien jullie 8000 op die video konden halen. 3000 zou insane zijn op deze video. En bedankt voor het kijken. Dank voor het support. Vergeet ook zeker te abonneren om natuurlijk op de hoogte te blijven van de gloednieuwe video's. En zeg ik tot de volgende keer. Later mensen. Bye bye.